bij TV Gelderland Plus. Dit is Lieke Heijen, ze is 17 jaar en ze studeert aan een high school in Austin, Texas, in de Verenigde Staten. Hello there! Dit is Lana Gozes, ze is 17 jaar en ze wil na haar examen 3 maanden vrijwilligerswerk doen in Thailand. Check. Vrijwilligerswerk doen in Afrika of studeren in de Verenigde Staten. Of backpacken door Australië. Steeds meer jongelui willen na hun middelbare school eerst 1 jaar in het buitenland iets doen. Gaat Lana ook doen en daarom zijn we bij de grootste Thaise tempel van Nederland. Zullen we binnen gaan? Ja. Misschien moeten we even aanbellen. Hallo. 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 Sawadee ka. Welkom. Sawadee ka. In onze tempel. Dank u wel. Kom binnen. Gaat u ons maar voor. Kruipt hij meteen naar Thailand? Ja, het wierook. Oh, wierook is het, ja. 7% van de middelbare scholieren gaat naar het buitenland. Dit aantal stijgt ieder jaar met 1%. Van de jongeren die naar het buitenland vertrekt, gaat 25% naar een high school, 20% doet vrijwilligerswerk, 15% gaat werken en 15% volgt een talencursus. De overige 25% gaat stage lopen, wordt au pair of kiest voor een combinatie van reizen en leren. We staan hier voor het huis van Mike en Anna. Dit is de buurt. Ook weer een hele grote tuin met een barbecue. Mijn kamer. En natuurlijk een inloopkast. Dit is mijn eigen badkamer. Nou, dit is de keuken. Nou, hier hebben ze natuurlijk ook een ijsmachine. Zullen we eens uitproberen? En. De echte Nederlandse mayonaise. Ja, dat hebben we even gehaald in de winkel. Wat, Ben? Ja? Fijn dat je ons hier ontvangt. Ja. Hoe lang woon je al in Nederland? Al 22 jaar, ongeveer, ja. Maar je bent opgegroeid in Thailand? Ja, dat klopt, ja. Dus nou, een betere Thaise expert in Nederland kunnen we niet vinden, denk ik. Nee, inderdaad, ja. Dan gaat Lana in Thailand wonen een tijdje volgend jaar. Ja. Wat zijn de grootste verschillen tussen Thailand en Nederland? Respect is heel belangrijk voor de monnik en voor de oudere mensen en voor je vader, moeder. Respect is voor de koning heel belangrijk, ja. Zijn er nog meer dingen? Ja, een groot verschil is het ook, ja, heel veel van... Thailand is heel gastvrij en vergelijken met Nederlands. Met eten bijvoorbeeld en dat iedereen kan je mee eten zonder te... Zonder rekening te houden. Reserveren. Nee hoor, dat hoeft niet. Nee, het is heel gasvrij. Ja. Ja, het is echt heel veel verschil. Ja. Was dat voor jou toen je in Nederland kwam? Dan belde je ergens aan en zei: nee, je krijgt niks. Nee, dat klopt, ja. Eén koekje en ze gelijk meteen in de kast. Hè. En dat is toch weer heel anders. Moet ik even wennen, ja, inderdaad. Hoe ben je erop gekomen om naar Thailand te gaan? Nou, ik had een soort van beeld van Thailand. Dus ja, tempels en heel, ja, heel mooi. En toen hadden we eigenlijk besloten om dus ja, een hele grote reis te maken naar Thailand. En dat hebben wij dus ook gedaan, 5 weken.
En zo is eigenlijk het een beetje gekomen dat ik verliefd ben geworden op Thailand. Door die reis. Maar het is echt wel heel erg in. Na de middelbare school moet je eerst een jaar naar het buitenland, als ben je niet normaal. Ja. Ik denk, dan stel je die jaar, ga gewoon studeren. Ja, na het examen, dan, als je dan meteen gaat studeren, ben je weer 4 jaar verder. En dan doe je misschien nog een studie en dan ben je weer 4 jaar verder. En ja, dan is het zo weer 8 jaar en dan... Nog 4 jaar zwanger. Ja, precies. En dan nog kinderen. En dan zit je er meteen aan vast. En dan, ja, dus dan kan je niet meer zo lang voor echt een half jaar of zo, of 3 maanden daarheen. Dus daarom was het wel dat ik dacht, nou, dat is heel makkelijk na het examen. Mm-hmm. Wat ga je doen in Thailand? Ik ga daar eerst een maand oriënteren. Dus dan leer ik, maak ik kennis met de cultuur en met de mensen. En daarna ga ik 2 maanden vrijwilligerswerk doen in een weeshuis. En daar kan je bijvoorbeeld Engels voor lesgeven of activiteiten, dus muziek of dans of in de moestuin helpen. Ja, die kinderen die hebben natuurlijk gewoon, moeten gewoon vermaakt worden de hele dag. Volgens mij zit er een monnik op ons te wachten. Ja. Zijn er nog speciaal dingen waar we op letten moeten in de tempel? Ja, zodra als wij naar de tempel gaan, dan iedereen moet de schoenen afdoen. En dat is, hoort bij ons cultuur. Ja. En mannen zitten voorrang en vrouwen achterin. Vind ik wel goed. Ja, en dat is de vrouwen mag niet monnik aankomen, aanraken. Oh, en dat is, dus, dat moet ik ook opletten. Ja, je mag geen handje geven, je mag wel zo doen. Ja. En dat is Thais houding. Ja. En dat is het verwelkom, ja. Is de Chipoek in de gang? Nou, assist dit weer de tempo. Ja. Zo simpel. En dan doe je gewoon een bieden, 3 keer zo. En dan naar beneden. 1, 2, 3. Aansteken? Ja, even aansteken. Ja. Ja, en dan even bieden, toestemming vragen. Voor, mogen we jullie hier welkom zijn aan de Boeddha? Aan de Boeddha, ja. Mogen we hier komen bidden? Mogen we hier komen bidden? Dan als jullie even kennis maken, doen we ook weer 3 keer. Als jij voor zit en wij achterkant zit, omdat jij bent maar, dus je mag voor. Moet ik voor? Ja. En dan wij hiernaast. Uchaya mangkale aparajita padlang kesi se patavipo kare apise kesa paputanang kapato pamotati suna brahmachari supatakina. En hij wil graag jullie leren hoe mediteren voor jullie. En dan gaan we staan en dan lopen. En dan gaat hij voordoen. Ja. Ja. Okay. Klaar? Ja. Rek je voet omhoog. Rek je voet omhoog. Links. Rechts. De populairste bestemmingen zijn op 1 de Verenigde Staten, op 2 Groot-Brittannië, op 3 Australië en op 4 Spanje. Ik ga nu mijn koor wakken. Wake up! 5 more minutes. Good morning. Oké, we rijden nu op weg naar school. Het is 8:45. En Ian brengt me altijd naar school. Nou ja, en dat is altijd wel gezellig.
zijn de voetbalvelden, soccer games, dat soort dingen. Mijn leraar. Ik zet ze voor jullie neer. En als het goed is, zijn we dan meteen in een Amerikaanse sfeer een beetje. Dat ziet er heerlijk uit. Lekker, ze ruiken ook lekker. Wil je er vast één? Dat is misschien lekker. Welke kleur wil je? Zo. Moeder van Lieke, alsjeblieft. Dankjewel. Vader van Lieke. Ik zal deze nemen. Lieke, welke kleur wil jij? Met chocola. Dan bewaren we die voor je. Kan je vader, die gaat over 2 weken naar je toe, geloof ik, hè? Ja. Neemt hij voor je mee. Hoe is dat begonnen? Lieke is nu 3 maanden in Amerika. Weet u nog wanneer dat begon? Nee, dat komt eigenlijk meer uit dat zij heel slecht Engels sprak. En zij wilde dat verbeteren. En ze hoorde natuurlijk wel aan Kees, door zijn werk, dat hij heel veel Engels moest spreken. Dus ze zei, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus, en zo is eigenlijk een beetje het idee ontstaan van, ja, als je dat wil verbeteren, dan moet je naar een jaar naar, nou ja, een Engelstalig land gaan. Ja. En toen zei ze van, ja, dan wil ik naar Amerika. Ik heb door mijn werk nogal wat contact in Amerika. Dus ik vond een gezin waar Lieke terecht kon. En Lieke is nou gisteren aan toe gaan. Lieke, hoe slecht was jouw Engels? Heel slecht. En nu? Nee, ik durfde echt geen Engels te praten. In het begin hier ook. Ik wilde geen Engels spreken. Ik vond het zo eng. Maar nu gaat het allemaal heel goed. Kunnen we een klein stukje horen hoe ver je bent na 3 maanden? Moet dat? Ja, even, wat was er gisteren in het nieuws bijvoorbeeld? I never watch TV here. I never watch the news. I don't like it at all to watch that. Because I have more important stuff to do. Zo, echt. Ja, het is wel een heel Texaans accent, hè? Maar wel heel echt in deze, hè? Ja. Oh, is dat 3 maanden? Ja. Dat is al een heel goed argument om dat echt te gaan doen, hè? Ja. Maar toen kwam de grote dag. En toen moest jij als eerste je kind uitzwaaien. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was niet leuk. Maar omdat ik wist dat het zelf heel graag wilde, heb je toch zoiets van, nou ja, het gaat gewoon gebeuren. En ja, kan je dat wel redelijk aan, zeg maar. Hadden jullie een muntje opgegooid wie er mee mocht? Nee. Nee, ja, dat was wel van tevoren besloten dat ik dat zou doen, ja. Waarom? Nou, om te beginnen was ik natuurlijk met Lieke al geweest. Bovendien ken ik de familie wel en Ineke en niet. Ik bedoel, ik ken de mensen van mijn werk. En, ja, en ik spreek de Engelse taal niet goed genoeg. En ik ken daar de weg. Dus toen ben ik maar meegegaan. Kan je dat moment nog teruggaan dat het zo om de hoek van de douane liep, dat je voor het laatst gezwaaid hebt? Ja. En daar stond je met lege handen, met geen man, geen kind, geen nee. niks. Nee, alleen gelukkig de andere kinderen nog. Ja, ja, die vielen niet zo op. Nee, nou, al die vriendinnen, die huilden behoorlijk, ja, hoor. Ja, die moest je echt wel eventjes troosten, ja, zeg maar. En jezelf? Ja, ik ook. En waar zitten jullie angsten? De angsten zitten voor mij heel klein. Want als ik dan in mijn bed lig en denk van waar is ze? Want ik heb er liever boven in haar eigen bed liggen. En heel groot, ja, daar kun je van alles fantaseren. Maar daarvoor kun je ook naar Amsterdam of Brussel of Heerlen gaan. Daar word je ook overhoop geschoten of verkracht. Of, Hoi, ik ben Thomas. Ik ben 15 jaar. Ik woon in Brummen en ik zit in een kerkkoor. Ja, in een kerkkoor. Nou, dit is de kerk waar we elke vrijdagavond oefenen. Hoi. Nou, hier repeteren dus vanavond. En, nou, zoals je kan zien zijn dit al de mappen waar we dan elke keer onze liederen in bewaren voor het kerstconcert dat we binnenkort hebben. Nee, zeker niet, jongen. Als je weet hoeveel meer power eruit komt dan van die stoertjes die bij elkaar hangen. En dat ze doen alsof ze stoer zijn, dat vind ik niet echt. Nee. Hier zit veel meer sfeer dan om op straat, buiten. Echt, het is een koud, een bar, dat is niks. Dat is echt niks voor mij. Echt niet. Nee, ik zoek meer de gezelligheid op binnen.
waar. Mensen mogen zelf bepalen wat ze willen. Anders wordt het een hele gekke boel hier. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Holy Queen and throne above. Oh. Ja, dat ligt er al, want ik ga zo af en toe naar de kerk. Maar dat maak ik zelf uit. En wat is dat raar dan? Gloria. Nou jongens, koffie! Dit is elke week zo, ja. Zetten we hier gewoon lekker met z'n allen koffie in en thee te drinken. Dus dat is, ja. Ja, ja. Daar durf ik jou. Ja, klopt. Voornamelijk, ja. Nou, dit is de kelder. En dit is wat er gebeurt na het repeteren. Dan barst het feest los. Maar voor mij is het heel serieus, want het is mijn enige uitlaatklep. En ja, misschien hopelijk word ik nog beroemd of zo. Of zie ik me terug in Idols. Ik weet het niet, maar ik zou het wel leuk vinden in ieder geval. Dus, doei! Hi, Paige! Hi. Is this your room? This is my room. Wow. Sorry, it's kind of messy. No, it doesn't matter. Show me your addiction. No. Look at all these shoes. Oh my god. It's so cool. This closet is so cool. I'm so jealous. Yeah, I do have a problem. I have learned Paige some Dutch words, so she tell you. Ik hou van jou. I love you. Wow. Lieke, ben je nog wakker? Ja, ik ben nog wakker. Ja, ik hoor net van... mensen gaan heel anders om met elkaar daar. En daar moest je in het begin heel erg aan wennen. Hoe ging dat? Oh, dat vond ik echt verschrikkelijk. Het was gewoon zo, ik maakte afspraken met mensen. En nou, dan kwamen ze niet opdagen. En ik zat gewoon te wachten thuis totdat ze zouden komen. Nou, dat deed me echt zoveel pijn. Nou, en ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik heb geen vrienden, mensen doen niet wat ze zeggen. Dat vond ik echt heel moeilijk. Hoe is dat toch goed gekomen? Maar nu, ja, nu ben ik daar veel... makkelijker in geworden. En weet je, ik weet niet hoe ze zijn, maar ik weet gewoon dat ik niet op mensen moet gaan wachten. En ik moet gewoon zelf dingen ondernemen. Wat waren jullie eigen angsten? Nou ja, dat ze in de verkeerde gezelschappen terechtkomt. Ja, ik bedoel, ze is wel in een gezin en Anna let wel heel goed op haar, maar ja, ze gaat ook uit. En heeft zij door welke gevaren daar spelen? Heb je het daarover gehad met elkaar? Ja. En zijn er dingen gebeurd waarvan je denkt, nou... Nee, er is niks gebeurd. Nee. Helemaal niks. Nou ja, niet wat... Nee, niet wat ik weet. Nee. En waar was je als vader bang voor? Nou, mijn grootste angst zou zijn dat ze zich echt heel eenzaam zou voelen, ja. Ja. Ja, ik bedoel, in Amerika wordt er toch wel... Ik ben niet zo bang op dingen die gebeuren als je uitgaat. Jongens mogen nog niet drinken... Dat doen ze wel natuurlijk. Hoeveel wordt er gedronken om je? Is dat te doen? Valt mee. Oh jeetje. Ja, we kunnen alles eerlijk tegen elkaar zeggen hier. Ja, ik zal eerlijk zijn. Je kan hier niet uitgaan. Uitgaan is echt onmogelijk. Je komt nergens binnen en je kan niet drinken. Maar wat ze hier doen is house parties. En dan komen gewoon al je vrienden naar je huis. Nou,
Ik zal niks zeggen, maar volgens mij drinken ze net zoveel dan de Nederlanders. Als de Nederlanders. Oké, dan zijn we die illusie kwijt hier. Dat is goed. Laten we gewoon... Lieke, je bent nu bijna halverwege je bezoek aan Amerika, denk ik. Ja. Kan je vast vooruit denken aan het moment dat je terug gaat naar Nederland? Hoe denk jij dat je gaat veranderen? Nou, ik ben veel zelfstandiger. Weet je, thuis, papa regelde eigenlijk altijd alles voor me. Hier moet ik het gewoon alleen doen. Dingen, ik moet gewoon mijn eigen beslissingen nemen. En daardoor ben ik veel zelfstandiger geworden, veel volwassener ook. En dat is wat ik veranderd ben, denk ik. Is dat nou iets wat iedereen die naar Thailand gaat, gaat doen? Even masseren. Ja, dat is echt... Als je aankomt, dan kan je meteen in het hotel een massage reserveren. En eigenlijk kan het in elke plek wel. Met elkaar naar Thailand geweest. Heb je daar ook die blouse vandaan, Peter? Nee, die kreeg ik hier in deze mooie salon. Toen Lana thuis kwam, of toen het idee langzaam post vatte van misschien ga ik maar eens lekker een tijd weg naar mijn middelbare school. Wat vonden jullie ervan? Ik vind het geweldig. Nou, wat ik heel belangrijk vind in ons leven is heel erg op dit moment doe wat je leuk vindt. Dus ik heb zoiets van ga lekker een jaar iets anders doen voordat je weer in andere schoolbanken terechtkomt. Ga maar buiten leren. Maar je hebt heel veel ouders die zeggen van nou ga dan een taal leren. Nou, Thais heb je niet zo gek veel aan, denk ik, internationaal gezien. Dat is ook te moeilijk om te leren in een tijdje. Ja. Maar dat is niet wat ik denk dat zij kan leren. Nee. Mij gaat het echt om dat ze zelfstandigheid leert. Omgaan met andere culturen, eigen beslissingen nemen, zich losmaken van huis. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want dat moet toch gebeuren. Nou, dan kan je dat maar zo... Ja, kan je liever ver weg doen. Precies. Ja, voor mij gaat het over dat soort dingen. Dus, ja. Wat zijn de grenzen? Hebben jullie voorwaarden gesteld vooraf? Ja. Hier begint het, maar daar houdt het echt op? Ja, ik heb wel grenzen gesteld in die zin. Ik wilde heel graag dat ze met een organisatie meeging. Dat is één ding. En een tweede is, en dat heeft met de omstandigheid te maken dat Lana's vader ziek is en dat heel goed gaat en maar ook zo heel slecht kan gaan. Zo slecht dat ze misschien terug zal moeten komen. Dus een van de voorwaarden is dat zij goed te bereiken is en ook snel weer naar huis kan als dat nodig is. Want ze moet wel binnen 3 dagen terug kunnen zijn, van waar ook dan. Is dat extra moeilijk voor je? Nee. Dat klinkt heel raar, maar het is omdat ik het al 17 jaar gewend ben, laat maar zeggen dat het zo is, ben ik niet meer zo dat ik dan niet naar Thailand zou gaan. Maar wel, stel me dat hij dan echt ziek is, de dag voordat ik zou vertrekken, dan zou ik niet gaan. Nee. Maar nu denk ik gewoon ja hoor, gewoon gaan. Waar zitten jullie angsten? Als je zegt van laat mijn kind los, gaat de halve wereld over. Dat is heel normaal tegenwoordig, maar elke ouder moet het opnieuw weer doen. De angsten zitten voor mij heel klein. Want als ik dan in mijn bed lig en denk van waar is ze? Want ik heb er liever boven in haar eigen bed liggen. En heel groot, ja, daar kun je van alles fantaseren. Maar daarvoor kun je ook naar Amsterdam of Brussel of Heerlen gaan. Daar word je ook overhoop geschoten of verkracht. En jij, Wilde? Nou, ik merk, als je dat zo vraagt, dan mijn grootste angst zit in mijzelf. En dit is precies wat ik rationeel denk dat goed voor er is. En goed voor iedereen zou zijn, volgens mij. Loslaten, losmaken, weggaan,
je ontbinden, zeg maar. Maar daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Ik zit dit nou heel stoer te vertellen, maar daar ben ik niet aan toe. Dus dat is wat mijn grootste angst is. Oh, er komt een moment in die reis dat ik denk, kom terug. Ga je er op de bus zetten in Zutphen van Joe? En, of ga je tot aan de douane zwaaien? En hoe wordt die dag? Ja. Nou, dat lijkt me gewoon geen makkelijke. Dat lijkt mij gewoon geen makkelijke dag, als ik heel eerlijk ben. Dus ja, ik ga er zeker naar Schiphol brengen. En als het kan, wij. Ik ga er ook helemaal uitzwaaien. Dan ga ik heel hard hollend en huilend de auto in terug, denk ik, eerlijk gezegd. En verder heb ik daar nog helemaal niet over nagedacht. Ja, en ik denk dat ik ook wel een tranen dan staan als ze de douane uit en het paspoort zo nemen. Dat ik van. Ja, ik bedoel. Meest dierbaar gaat dan gewoon weg. Ja. 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 Nou, maar dat doe jij ze aan, hè? Ja, klinkt wel heel dramatisch allemaal. Straks wil je niet meer. Staan Stephanie snikkende ouders achter dat liedje? Nou, ik denk dat ik aan de ene kant ook wel zal huilen of verdrietig zal zijn. Maar ik denk dat ik dan ook wel heel erg blij ben dat ik eindelijk ga. Want ik zou. Als je in die bocht bent. Ja, ik zou morgen wel willen vertrekken. Ik zit echt op te wachten. Dus ik denk dat ik die dag ook heel blij ben dat ik eindelijk ga. Ja. Op je gezondheid. En dankjewel. En heel veel plezier nog, hè, de komende maanden. Ja, okay. Dankjewel. Dag, lieve. Ik heb nog een paar huizen langs hier in. Wat ik het meeste mis? Nou, dat zijn mijn vrienden en familie. Lieve papa, mama, Helene, Chris, Maarten, Wendy, Johannes en natuurlijk Hadassah. Ik mis jullie ontzettend en ik wilde jullie even zeggen dat ik ontzettend veel van jullie hou. En gelukkig is het heel snel kerst en kom ik even thuis om jullie weer in mijn armen te kunnen sluiten. Deze is voor jullie. Waar staat er? Würzburg. Ja. Weer closed, joh. Oh! Oh, een hele dikke streepje. Nou, hebben jullie vanmorgen die kant al gedaan, jongens? Jullie zijn al uren bezig. Ja, dat was hartstikke mooi. Heel. En nou denkt hij ondertussen alleen maar aan hoe je je spuitbus moet houden en zo. Waar hebben jullie ondertussen aan gedacht? Aan het geld dat we gaan inzamelen. Ja. Kijk, dat vind ik dan een hele goede gedachte. Ja. En hoeveel gaan we hiermee verdienen? 1000 euro. Met deze? Met dit, ja. Noemen we dit een tag? Is het een? Nee, dat is geen tag meer. Dat is gewoon een. Dat is gewoon een muurtekening. Een muurtekening, ja. Ja. Als een mooi bedrag, zeg. Ja, zeker. Raymond de B.